Hey, hoe gaat het met jou? Doe de duimpjes omhoog als alles goed gaat. Heb jij een duimpje omhoog of een duimpje omlaag gedaan? Ik heb juist eigenlijk zijn beide armpjes omhoog gedaan. Dan denkt hij dat hij nu een duimpje omhoog doet. Ah, dat is goed, Jilleke. Dat is flink. Hoe oud is Jilleke nu eigenlijk vandaag? Overmorgen is hij 6 weekjes. Dan is die bijna de dag dat hij zou moeten geboren zijn. Morgen is de dag, hè, schatje. Onze flinke jongen, lekker melkje aan het drinken. Morgen is de dag dat ik normaal gezien zou geboren moeten zijn, zeg. Jules is 6 weken te vroeg geboren en dan nog in Spanje. Als je die vlogs nog niet gezien hebt, dan moet je dit zeker kijken. Sinds dat we terug thuis zijn, hebben we geen grote uitstappen meer gedaan. We hadden er wel eventjes genoeg van. Maar er komt verandering in, want wij hebben iets leuks op de planning staan, hè? Ja. We gaan naar zee. Ja, maar nog niet vandaag. Nee. Volgende week. Over een paar dagen gaan we naar zee, samen met Jules erbij. En dan gaan we niet naar de zee van Torrevieja. Maar we hebben aan onze Belgische kust ook wel een paar hele leuke plaatsen om naartoe te gaan. En daar gaan we het een beetje onveilig maken, hè? Ja. Met onze Jules erbij. Kijk er wel enorm naar uit, hoor. Gaat zo leuk zijn. Ik blijf vandaag precies maar eigenlijk bezig met dingetjes in orde te brengen. We hebben vandaag ons Jules in een badje gedaan. Was het leuk in badje, schatje? Het is vertellen, was het leuk? Ik heb daar geleerd over de waterschildpad, zegt. Ja. Hij heeft nu een waterschildpadje op zijn tenuutje. Ja, ik voel mij als een waterschildpadje. Ja. En we hebben vandaag ook Jules ook al voor, denk ik, de tweede keer een andere outfit moeten aangeven. Papa is zelf vandaag nog helemaal mee van. Ik heb nog geen tijd gehad. Nog helemaal niet eens aangekleed geraakt. Mama had daar straks een BH aan en een shortje. En die moesten ze ook nog een keer in de was, omdat Jilleke moest overgeven. Dus we blijven vandaag de hele dag precies op tenues veranderen. Nu heeft hij de hek. Was maken, die dingetjes. Maar ook wel leuk, hè. Eventjes gewoon een dagje gewoon wat chillen met elkaar, een beetje knuffelen. Dat kan ook niet anders, hè. Het is aan het regenen, vandaag. Dat is wel heel jammer. Ja, want eigenlijk wouden we gaan wandelen. We waren ons eigenlijk aan het klaarmaken om dan een keer te gaan wandelen. Maar ja, met gietende regen. Je kijkt niet echt zitten. Moesten wij nu nog een keer gewoon met onze tweetjes zijn, oké. Maar met ook nog een keer een kinderwagen gaan wandelen in de regen. Is echt waar, niet handig. Dus daarom blijf maar met je binnen, schatje. Het zal wel zijn. Ja. Te max. Ja, kunt u misschien nog eens aankleden vandaag, hè? Vind je de huk? Schatje toch. En terwijl onze Jules aan het slapen is in zijn parkje, hij ligt mooi te slapen. Het kan zijn dat hij wakker wordt, hè, maar dan gaan we hem er ook bij nemen. Hebben wij even de tijd genomen om alle cadeautjes die we gekregen hebben van onze kijkers te sorteren. We hebben onze babylijst gelegd bij een kinderwinkel. En ja, natuurlijk familie en vrienden die konden dan, wanneer ze een kaartje van ons kregen, op alle kaartjes zijn die bijna allemaal uitgestuurd in de tussentijd. Die hebben een kaartje gekregen en die hebben iets gekocht. Maar we hadden ook de vraag gekregen van kijkers van mogen we iets kopen, of van volgers op Instagram, mogen we iets kopen voor Jules? Ja. En toen hebben we gezegd van oké, het is misschien dubbel op als we gaan zeggen van koop maar, kies maar. Hey, ten eerste, het hoeft helemaal niet, maar ja, mensen vroegen er echt om. Dus hebben we gezegd van weet je wat, we gaan gewoon onze babylijst doorsturen. Dus vrijblijvend, het hoeft niet, helemaal. Kijk het keer of je er iets leuks op vindt. Ja, en als je dan echt een cadeautje wil kopen, mag dat via die lijst. Of andere cadeautjes mag natuurlijk ook. Hè. Ja, voilà, nee, wij hebben ook heel wat andere cadeautjes. Tuurlijk. Ja, dat is waar. Dat was ook heel erg lief. En dankjewel daarvoor. We hebben heel veel kaartjes ook gekregen van volgens. Ons hele huis staat vol met kaartjes. Echt wel. We moeten ook nog eens een rondje rond doen misschien. En ook cadeautjes zijn dus gekocht van onze babylijst. En we hebben toen ook gezegd van kijk, als je iets koopt, dan zullen we ook je naam vermelden. Ja. En we hebben dus cadeautjes gekregen. Dit zijn dus de cadeautjes van onze volgers. En ik ga eventjes de lijst overlopen. Ik hoop dat ik niemand vergeten ben. Ja. Ik heb het gecheckt, maar ik heb het niet gedubbeld. Checkt eigenlijk wel. Dus Laura van Hekken, Babette, Shawnee, Iris en Wout, Wart Michielsen, Michelle Dupont, Lisa de Baanst, Shawnee DC, Marleen, Louis en Patrick. Ja. Ik hoop dat ik niemand vergeten ben. Dat zijn dus onze kijkers, volgers die iets gekocht hebben. En we hebben dat hier gesorteerd in deze grote zak. En we zullen het even overlopen. Ja. Allereerst, dankjewel dat je dat gedaan hebt. Super lief. Super lief. We hoeven helemaal niet, maar we vinden het al kei lief. Dus ja, het is echt wel heel erg leuk. Ja, allereerst dus deze hele mooie wagenspanner.
met allemaal zo toffe dingetjes aan, allemaal toffe knuffeltjes aan en het kraakt ook zo. En ik moet zeggen, aan de Jules vind dat heel leuk als dingen zo, dit zo maken als geluid. Ja. Of ook zoals als we zelf ook zo papier zo verfrommelen. Het is een kwestie van tijd dat hij zelf met die dingen gaat beginnen spelen, maar het zit er echt aan te komen. Hè. Ja, hij begint steeds meer en meer met zijn handjes en zijn voetjes te bewegen. En de grip, die heeft hij al te pakken. Hè. Ja, dan hebben we ook nog thee. Babetjes. Misschien is het van Babette dat we de babetjes gekregen hebben. Ja. Hele mooie van Dream Baby met zo'n girafje op. Ja. Heel leuk, hè? Het zijn grote, dus die zijn vooral handig voor als onze Jules weer wat ouder is. Ja, en voor nu ook al hoor, want ik vind dat heel handig. Zo'n grote Babette, dat morst die zeker nergens. Dus heel handig. We hebben ook nog zo'n activiteit-olifant met lawaaierige oortjes. Opnieuw zo van die krakelige dingetjes. Ook zo krakelige voetjes. Er zit ook op eigenlijk nog een keer een noem dat voor zo een titer zo voor eigenlijk voor dus een bijtring. Ja. Een bijtring rondom de dingen hier ook nog. Dus echt super leuk. Olifantje. Ja. Kei leuk. Heel mooi. Kijk hier ook nog een heel tof badspeelgoedje en badvis. Met ook nog eens daarin ook nog balletjes. Ja, dat zal vooral zijn als je die dan te water laat en je trekt hier aan de staart, dan gaat zijn vinnetjes die gaan dan draaien, dan gaat hij zo'n beetje vooruit gaan. Ja. Keileuk. Ook een rammelaar. Ja. Daar kijk ik eigenlijk echt super hard naar. Ja, die hebben we dubbel, hè. We hadden die twee keer op de lijst gezet, dus wij hebben die nu dubbel, maar dat is handig. Maar ik wou dat ook graag twee keer. Je weet nooit, hè. Er kan altijd een keer eentje kwijt gaan. En dan, het eentje hebben we gehad van mijn broer, denk ik. En eentje is nu... Ik denk van Shawnee. Weet je dat, Jo? Een gokje, je kon er trouwens ook een leuke boodschap bij zetten. We hebben die ook allemaal gelezen en dat was heel fijn. Hartverwarmend. Ja, Hier ook nog een tof boekje. Een baby's eerste boekje met allemaal koala's erin. En ook nog, is dat het geluid? Dat is een balletje. Kijk, dat is een balletje dat eruit kan er komen. In ieder geval, elke pagina heeft wel iets bijzonders. Ook nog een spiegeltje, dat kan dan zichzelf nog een keertje bekijken. Het is zo'n typische eerste knuffelboekje zo. Wel heel schattig. Oep, twee dingetjes tegelijk. Dan hebben we ook nog een popspeen doekje. Kijk, mooi hè. Ah ja, dat kan zo'n popspeen eraan vasthangen. Ja, dat is heel handig, dan vindt hij sneller terug. Maar deze is ook nog heel handig, want moest je dan toch zo nog een beetje nog wat kwijlen of zo. Dan kan je het hiermee makkelijk weer schoonmaken. Of het kan ook eigenlijk gebruikt worden als een tof knuffeldoekje. Dit is speelgoed voor wanneer hij 6 maanden oud is of ouder. Dit is een rat waarmee hij volgens mij heel veel mee kan doen. Ja, een activiteitenrat. We zijn vertrokken. Speelgoed van VTech is altijd leuk, hè? Ja. Toen ik kind was, bestond volgens mij VTech nog niet. Toen was het nog vooral Fisher-Price. Maar VTech is er dus nu ook bijgekomen, hè. En ook leuk natuurlijk, hè. Ja. En om heel even verder te gaan, ook in de VTech. Kijk hier. Heel toffe, hoe ik dat noem, een bewegingssensor dingetje met knap knipperend hartje. Een rammelaar is het ook nog, dus je kan er ook nog mee rammelen. Dat is echt, met ook nog hele leuke bewegende oren. 3 maanden oud. Ja, dus je kan er bijna mee spelen. Je gaat die sneller mee kunnen spelen dan met een rat. Maar dat is ook, ik vind dat zelf ook, ik heb eigenlijk bewust alles op onze lijst aan het kiezen geweest, dat ik dus toch niet eigenlijk alles echt al vanaf eigenlijk het begin is, maar die echt ook naar de komende maanden ook nog wat toffe activiteitjes, toffe speeltjes ook nog wel heeft. Kijk. De speelbal. Met een spiegeltje, met toffe lintjes, met toffe kleurtjes. Dat gaat heel snel heel leuk vinden. En je kan hem ook nog ergens ophangen aan het touwtje bijvoorbeeld. Ja, dat is echt een kwestie van tijd. Hè. Ja, volgens mij is het eerder dan een kwestie van eigenlijk van dagen. Het begint meer en meer dingen wat vast wat te grijpen en zo. Ik denk dat je het trouwens daar nog even naar het dingetje moet uitzetten. Ja. Het andere, denk ik. Ja. Dan hebben we nog een ringrammelaar. Inclusief een bijtring daaronder. Een heel mooi koetsje. Super schattig. Ik vind het wel echt kei leuk. Dan opnieuw bavetjes. Oei, het is zo. Bavetjes. Opnieuw de hele grote. Heel handig voor nu. En voor later ook nog met heel mooie koala'tjes erop. Schattig, ze allemaal een beetje dezelfde stijl. Die koala's die komen wel vaker terug. Ja.
Zoals nu. Nog meer koalaatjes. Een speelspiraal. Dat kan je bijvoorbeeld dus eigenlijk gebruiken nog in een bijvoorbeeld ook nog dus een kinderwagen of zo. Of ook gewoon, daar kunnen ze zelf mee spelen, mee aan trekken, geluidjes mee maken, mee rammelen, weer opnieuw een spiegeltje. Dus allemaal leuke dingetjes. Heel leuk. Veel speelgoed. Ja. We hebben ook nog een verzorgingssetje ontvangen. Die hebben we vandaag al heel even nodig gehad. Ja, we hebben een klein nageltje los. Ja, er was een nageltje los bij onze Jules en dat hebben we dus eventjes moeten eraf halen. Dus zo met zo'n nagelknippertje, een haarborsteltje, zo'n neusdingetje, zo'n neusreiniger dingetje. Dat hebben we nog niet gebruikt, hè? Nee, gelukkig is dat nog. Ik denk dat dat echt super moeilijk is, zo'n neusreiniger. Ik weet niet, het lijkt mij gewoon heel moeilijk. We zullen wel zien. Dan ook nog een Nijntje tovert kleuren, een magisch badboekje. Dus dat is eigenlijk een boekje en dat eigenlijk warm water krijgt, dan krijgt dat dus kleurtjes. Ik denk dat het nou ook wel heel leuk vindt om mee te spelen in bad. Denk ik het vind ook. Dat wel heel tof. Leuk, Nijntje tovert kleuren. En alvorens dat met onze Jules in bad kan, moet hij ook nog een thermometer hebben. Die hebben vooral duidelijkheid al in ons bad zitten. Het is niet dat wij een badsteken zonder thermometer. Maar dat is dan eigenlijk een goede verrassing als we op vakantie gaan. Of in ons meenemen. Moesten we hem bijvoorbeeld in ons grote bad steken, want dan kunnen we dat ook gebruiken. Dus dat in een kinderbadje zit er eentje. Ja, je kan nooit zoiets te weinig hebben hoor. Zeker. Het is goed dat we het dubbel hebben. Ja. Ik ben heel blij mee. En we hebben nog bavetjes. Deze keer zijn echt zo de typische newborn bavetjes. Heel erg klein formaatje, ideaal eigenlijk. Dus eigenlijk vind ik dit ook heel handig, ook, bijvoorbeeld ook als een Jules maar nou net eigenlijk zijn papje op heeft. En die geven delen soms ook gewoon ook nog eigenlijk extra aan als hij toch nog een beetje teruggeven. Of zo, een beetje aan het kwijlen. Ja, inderdaad. Oeh. En dan zijn we aangekomen bij de laatste twee dingetjes. Jij mag het. Wel, ik was aan het denken, wat is het? Splashing Fun Friends Bad Book. Alles voor in bad. Ja, een boekje voor in bad. Ja, of je kunt ook gewoon lezen natuurlijk. Het is eigenlijk vooral iets dat waarschijnlijk nat kan worden. Ja. Dat is fijn. Leuk, dankjewel. Ja. En dan hebben we nog een Easy Grab Toy. Een soort van rammelaar, maar ook nog heel goed. Ook nog voor dus nog zo'n fijne motoriek te oefenen van eigenlijk een baby. Dus heel erg belangrijk, ik vind het. Super. In naam van Jules, een dikke merci aan iedereen die wat gekocht heeft, die ons een kaartje heeft gestuurd, die ons een leuk berichtje heeft gestuurd, die zelfs een video heeft gestuurd naar ons. Enorm bedankt daarvoor. We hebben alles, maar dan ook echt alles gelezen, want we krijgen wel vaak wel eens een kaartje, we krijgen wel vaak wel eens een videoboodschap en we krijgen ook wel eens heel veel berichten. Maar als het gaat over Jules, dan raakt dat nog meer ons hart. En vandaag voelt dat gewoon ook gewoon supergoed. Ja. Alles wat je vertelt over Jules tegen ons, is het in de reactie onder een foto, is het in de reactie onder deze video, is het met een kaartje, is het op straat dat je ons langskomt. Ja. Wel, dat raakt ons niet dubbel zo hard, misschien wel driedubbel of misschien wel veel meer zwaar. Ja. Dat is ongelooflijk en ik denk dat alleen een mama of een papa dat kan begrijpen wat wij nu ervaren wanneer iemand iets zegt over ons kind. Ja. Dat kan positief zijn, kan ook in de negatieve kant zijn. Als je commentaar geeft, kan dat ook wel eens dubbel zwaar raken. Ja. Wees dus daarom voorzichtig daarmee. Ja. Mijn telefoon gaat hier, dus hebben we dadelijk bezoek, dus ik ga eventjes op in. Hallo! Ah, we hebben de bel niet gehoord, maar we komen eraan. Tot zo. We hebben gebeld. Oké. Goed. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. En wij er staat iemand aan onze deur. Dus moet jij ook weer aan de we krijgen weer bezoek voor ons. Ja. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. En wij zien jou heel graag morgen weer voor een nieuwe video. Ciao. Heel veel geluk. Dankjewel allemaal voor de mooie cadeautjes, de lieve kaartjes en de lieve felicitatieberichtjes. Dankjewel. Kleine schat. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.